Uw aandacht voor een bekendmaking afkomstig van het Nationaal Informatieinstituut. Het Nationaal Informatieinstituut maakt hierbij bekend dat in verband met werkzaamheden op het glasvezelkabelnetwerk op 26 januari 2019 GOV-TV mogelijk vanaf 2 uur in de middag uit de lucht zal zijn. De werkzaamheden kunnen ongeveer 8 uren duren. Het instituut vraagt uw begrip voor het voorgaande en bedankt u bij voorbaat. Paramaribo 25 januari 2019, het Nationaal Informatie Instituut.